Welkom bij het Leerkanaal. Leuk dat je kijkt. We gaan het hebben over voegwoorden. Nou, wat zijn dat nou weer? Voegwoorden, er zit een term in die je misschien al kent. Voeg. Nou, ik weet niet of je het weet, maar voeg, dat zit eigenlijk een beetje tussen de bakstenen. Die houden de bakstenen bij elkaar. En een voegwoord houdt ook iets bij elkaar, namelijk twee korte zinnen. Als je twee korte zinnen hebt en je zet er een voegwoord tussen, krijg je een samengestelde zin. Dit zijn de voegwoorden die je vaak kunt gebruiken en die gaan we ook gebruiken in deze video. Dan weet je in ieder geval wat een voegwoord is. Ik heb hier een lange zin, een samengestelde zin. En we gaan kijken uit welke twee korte zinnen bestaat deze lange zin. De eerste zin is: ik heb een pizza besteld. En de tweede korte zin: mijn vader had liever spaghetti. Dus één woordje niet benoemd, dat is maar, en dat is dus een voegwoord. Nu heb ik twee korte zinnen en één lange zin. Nou, je weet dat persoonsvorm in een zin kan staan, maar in een samengestelde zin kunnen twee persoonsvormen staan. Hoe zit dat nou? Nou, als je nou kijkt naar het eerste zinnetje, is heb de persoonsvorm en ik het onderwerp. En bij de tweede zin is had de persoonsvorm en mijn vader het onderwerp. Nou, als je nou teruggaat naar de samengestelde zin, zie je dus dat er twee persoonsvormen in staan. We doen er nog één. Nou, zin 1 is ik ruim de puzzel op. En zin 2 is mijn moeder kan de tafel dekken. Zodat is het voegwoord. En ik ga even kijken naar de korte zinnen. Ruim is hier de persoonsvorm en ik het onderwerp. Kan is de persoonsvorm en mijn moeder is het onderwerp. Als ik dus de persoonsvormen ga aanwijzen in de samengestelde zin, zie je ook weer dat zijn twee persoonsvormen. We doen er nog één, de laatste. Ik moet op de kaart kijken omdat ik de weg kwijt ben. Ja, lijkt me handig. De eerste zin is ik moet op de kaart kijken. En de tweede zin is ik ben de weg kwijt. Ik heb de volgorde van de woordjes een beetje veranderd, maar het blijft hetzelfde. Omdat is in dit geval het voegwoord. Moet is hier de persoonsvorm en ik het onderwerp. En ben is hier de persoonsvorm en ik is ook nog steeds het onderwerp. En ook hier in de samengestelde zin zie ik weer twee persoonsvormen staan. Oké, je hebt geleerd wat voegwoorden zijn en hoe je ze kunt gebruiken. Ik wens jou veel succes met het oefenen. En tot de volgende video van het Leerkanaal. Groetjes!